Er is iets eeuwigs gaande en dat flakkert allemaal op via in jouw leven, in jouw ervaringen. in En al die zintuigelijke waarnemingen die je doet en al die, die geluiden die je hoort en alles. En wat je daarvan maakt, als, als persoon, als kunstenaar, dat kun je ervaren als poëzie. Als daar een soort or ordenend principe in gaande is. Ik werd gevraagd door in de tijd mijn docent Nederlands hier in Tilburg aan de middelbare school. De gevierde meneer Jordi als hoofdredacteur van dat blaadje. En uh, toen schreef ik mijn eerste gedichten die gepubliceerd werden. En ik weet nog dat ik helemaal kapot was van de dood van Martin Luther King. En van Robert Kennedy en van John F. Kennedy. En dat gebeurde allemaal in een paar jaar tijd. En toen schreef ik daar gedichten over. En in wezen was dat. Dat betrof een worsteling tussen mezelf en de, 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 de verbijsterende buitenwereld. Ik snapte er gewoon geen zak van. Ik, was, ik vond het afgrijselijk. Pas geleden had ik mijn weinig over. Ik vond het ontluisterend. En op de academie worstelde ik met mezelf. En dat manifesteerde zich doordat ik naar een eerste. Ik had een hele goede tekenpoot. Dus dat eerste jaar op de academie ging hartstikke goed. Maar ik was daar niet tevreden mee, want ja, je kunt, als je kunt tekenen, dan word je een virtuoos, weet je. Als je daar ook begint te denken. <laughs> en daar, nou, daar gaf ik dus geen flikker mee, want dat gaf helemaal geen antwoord op mijn vraag. En dus toen ben ik alles kapot gaan maken wat ik, uh, ik onderhand uh, uh, zelf maakte. En moest ook weer, wat het was nooit goed genoeg. Dus ik heb zo gewoon eindeloos doorgeworsteld. het was nooit goed genoeg. Ik maakte het kapot. Mijn middelen zijn altijd geweest kunst, uh, poppen met name. Poppen met name. Omdat daar het meest in tot uitdrukking kwam, A, de worsteling met mezelf. En B, de behoefte om het contact met het publiek te leggen. Als je vraagt, hoe begon het nou? Uh, dan begon het altijd met iets wat ik vond. Het objet Trouvé. En ik heb, bij me, ik heb me altijd thuis gevoeld bij de uitspraak van Picasso: van ik zoek niet, ik vind. Dat That, zit eigenlijk. Het is er. En ik, ik hoef het niet te maken, ik hoef, het niet te, ik hoef het niet te creëren, ik hoef het niet te verzinnen. Het is er. Ik vind het. Punt. Improviseren is precies hetzelfde. Ik vind het. Ik ben later uh, uh, acteur, of binnen mijn eigen theater ben ik acteur moeten worden, want die poppen. Ik, ik had knok met die poppen. Die poppen waren er eerder dan ik. Die poppen waren ouder dan ik. Ik maakte ze. Ik vond maar dat de oude spul, dat was er allemaal al eerder dan ik. En daar zag ik een pop in. Maar eigenlijk was dat al een ziel die bestond al. En daar moest ik mee zien te dealen. Die innerlijke worsting in drie figuren. Het waren drie innerlijke stemmen. Zo, de, tegenover mij. Dus er was een vierde. Maar ik was niet alleen. Ik was met z'n drieën, met z'n vieren. En het publiek. En de, de situatie van het publiek was belangrijk om niet in mijn eigen... Uh, twee strijd uh, verzeild te raken. Dat publiek hielp om 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 contact met de buitenwereld, om uit mijn eigen worsteling uh, te komen. Hiel, hielp daarbij. Maar uh, ik had ergens onder uh, aan de streep had ik gezegd, ik mag ook niet lukken. Het mag ook niet lukken. Het moet, maar ik moet ook niet aan mijn worsteling komen. Dat is dat is niet de bedoeling. Want dan ben ik mijn kunstenaarschap kwijt. <laughs> Weet je niet? Daar ben ik klaar, en wat moet ik dan? Dat zat erachter. Dus een identificatie met mijn worsteling. Dat ik samenviel met mijn worsteling, want dat was de voedingsbodem voor, voor de kunst en voor de poëzie en voor de poppen. Als ik niet meer worstelde, had ik niks meer te vertellen. En dat was het eindpunt. Want daar kwam ik achter. Nou ja, fysiek ben je, raak je dan helemaal kapot. Het was dus die over-identificatie. Dit is een waggelkoets, die heb ik ooit gebouwd. Die staat nu bij, bij Bosvreugd. Dit is een foto ervan. En die heeft er ooit in de kunstprocessie is die begonnen, een jaar later ook nog een keertje. Een ding staat daar. Maar daar vond ik de foto van terug in mijn atelier. En dan wil ik daar een drieluik van gaan maken. Toch, of toch weer. Weet je niet. Ja. ja, bloed kruipt wat niet gaan kan. Hè? Maar uh, verder moet ik proberen. Probeer ik, ik moet het tegen mezelf zeggen. Geen nieuw werk, want je ziet hoeveel er staat waaruit geselecteerd moet worden. En ik ga dat met uh, vrienden ook, uh, die ik daar uh, hoog in heb staan, mee, die me helpen selecteren, hè. Dan dus zeggen we van, Tom doe dat niet. Nou, laat ik, laat ik eens zien, uh, iets laten zien wat er in ieder geval komt te hangen. En wat een uh, collage is van uh, stukken foto's, ook van oud werk, uit graf, een grafisch werk. Dit is ook uit een stuk grafiek. Een foto van een beeld van mij. Nou ja, allemaal stukken ervan. En op een gegeven moment zat het ineens oeps, in elkaar. Veertje. voor veel gedaan met veertjes ook. Dat ei komt weer terug. Een stad. De, de, weet je, de culturen op het ogenblik die lijden aan vergetelheid. Ze vergeten alles. Want ze gaan zo hard vooruit, die kijken niet achterom. Dat is het grote probleem van nu. Dat is het probleem van de vooruitgang. Dat is de crisis van dit moment. Iedereen ziet het als een trein op zich afkomen dat het niet zo verder kan. En toch weten we geen manier te vinden om overeenstemming te vinden hoe we dat benaderen. Er is al 40 jaar geroepen. Ik hoorde al van Martin Luther King in de jaren 60 al. En vijf jaar later bij de rapport van de Club van Rome al. Dit, dit gaat niet lukken jongens. En iedereen, godverdomme nonde, u ju, werkte eraan mee om het te trainen, om het tegen te houden, om zijn ogen te sluiten, om, 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 om iedereen die er door doorging, om die te laten creperen in Afrika, die hongersnood. Weet je niet? Godverdomme, de hele wereld wist het en ze deden er geen flikker aan! Waarom? Ja, dat snappen we ook allemaal. Jij ook en hij ook en ik ook. En toen zei de virusje: dat geldt even allemaal niet meer, rijk en arm. Het is één grote dodendans. Die keizer die gaat dood. En, 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 en die baby gaat dood. Maar we, daarin zijn we allemaal gelijk. Kijk, ik zal dit er even uithalen. Kijk, hier bovenin. Dit hier is een hele oude tang, dat is een metaaltang. En uh, dit hoort aan een draadje hieronder te hangen. En dit wordt bijna een soort ja, vogel die hierop afgaat. Hier moeten rozenblaadjes in komen, verse rozenblaadjes. En zoals gezegd, het is een oud tableau, dus het moet telkens vernieuwd worden. En dan hangt dit hier. Nou, dat is een associatief tableau. Maar die tang was dus het gevonden voorwerp waar ik... Ja, spopper spiegel, zakken gewoon een vervogel in. Een, een vuur. Dus net zo lang doorgaan tot het uh, klopt. En toen ik uh, Wijnand vroeg: Wijnand, vind je, zou ik het uh, laten zien? Ja, natuurlijk, zegt hij. En ja, ik zeg: Zal ik hem in een kastje stoppen? Dat moet het niet doen, zegt hij. <laughs> dus dat vind ik dan ook weer vanaf. Rond augustus uh, zocht ik allemaal contacten met: waar blijft het werk van Wijnand na de expositie, maar ook na zijn dood? Zowel het zijn kunstwerk als het zijn verzamelingen. Dus ik zorg mensen op die er verstand van hadden, ook het Stadsmuseum. Maar dat is is dat problematiek. Waar blijft al dat werk van die kunstenaar na de oorlog? En uh, ja, dus niemand weet het, want niemand heeft geld. En de musea hebben geen geld en ze hebben geen ruimte, en dit en dat. Dat is echt al tien jaar grote problematiek. Dat gaat alleen maar toenemen. En ik wil Wijnand in dat perspectief zetten. Van, hij is zo belangrijk, die Wijnand. Uh, die moet overleven. Die moet niet in de vergetelheid raken. Wat die Woenderkammer nou moet doen, is de problematiek van de nalatenschappen van de kunstenaars überhaupt op de kaart zetten. Wijnand als voorbeeld ervan. Zodat er een dynamiek gegenereerd wordt tussen allerlei deskundigen en mensen, maar ook het publiek, die zegt: van, Oh, is dit aan de hand? Want ze zien het gewoon met de eigen ogen en ze zien het niet alleen met de ogen van er is een probleem, maar ook met de ogen van de totale verwondering. Van als dit verdwijnt, jongens, waar houden we dan over? Hè? Dit is de moeite waard. Die verwondering die, die mag toch niet verdwijnen? Weet je niet? Dus behalve troost en moed en vertrouwen, verwondering. <laughs> Dat wil ik. Ja, nou ja. ugh, ik heb gezegd. <laughs>